Welkom bij Vera D, een rek- en strekroutine. Vandaag gebruiken we een weerstandsband of een riem. Begin met een comfortabel zittende houding, in kruiszit of in kniezit. En zorg dat je rechtop komt te zitten en richt je aandacht op je adem. Laat je ademhaling vloeiend op en af gaan. Adem in en adem uit. Plaats je handen voor je uit en duw je af in een omgekeerde V tijdens een uitademing. Laat je heupen naar de vloer zakken en richt je borst omhoog tijdens een inademing. Laten we de twee bewegingen combineren. Omgekeerde V en heupen naar de vloer. Omgekeerde V en heupen naar de vloer. Borst omhoog. Lichaam wakker maken. Omgekeerde V. En heupen naar de vloer. Hou vast. Duw je tenen ver weg. Je handen staan stevig in de grond. Aan weerszijden van je borst onder je schouders. Duw het schaambeen goed in de grond. Rek de kruin omhoog. Let op dat de schouders laag blijven. Houd de opwaartse beweging van je borst en kruin aan. Strekken van de buik en de heupbuigers. Beweeg vervolgens je zitvlak naar je hielen. Leg je handen langs je lichaam, voorhoofd op de vloer. Strek vervolgens je armen voor je uit en duw je zitvlak verder naar achteren. Onderrug stretch, stijfheid opheffen in de onderrug. Blijf vloeiend ademen. Voel gelijk een lichte stretch in je schouders. Kruis de onderbenen en beweeg je zitvlak naar achteren en rol over je benen heen. Leun naar achteren. Steunend op je ellebogen en kom verder in ruglig. Breng je linkerknie naar je borst. Houd je rechterbeen gestrekt op de vloer. Adem in. Adem uit. Draai je heup in. En breng je gebogen been naar rechts, omlaag richting de grond. Maak met je linkerarm een halve grote cirkel over het hoofd en verder in het verlengde van je linkerschouder. Je schouders en bovenrug rusten op de grond. Blik naar je linkerhand. Strekken van de bilspier en abductoren, zijkant van het been. Laat los en wissel van kant. Breng je rechterknie naar je borst. Hou je linkerbeen gestrekt. Adem in. Adem uit. Beweeg je gebogen been naar links, omlaag richting de grond. En je rechterarm in het verlengde van je rechterschouder. Je schouders en bovenrug rustend op de vloer. Voel de stretch in je bilspier en aan de zijkant van je rechterbeen. De abductoren, als ook je bovenrug en je schouders. Voel de draaiing in je middenrug, in je wervelkolom. Adem in. En adem uit. Laat los. Duw jezelf omhoog in strekzit. Buig voorover en neem je tenen vast. Strekken van de hamstring en de onderrug. Trek je tenen naar je schenen om de kuiten te activeren. En buig je romp verder naar voren.
Voel de rek in je onderrug en aan de achterkant van je benen. Kom naar het centrum. Breng je handen achter je en leun verder naar achteren in ruglig. Breng je knieën naar je borst en je hoofd naar je knieën. Geef jezelf een dikke knuffel. Houd even vast. Laat los en strek je lang uit. Armen ver boven je hoofd. Handen en benen enkele centimeters van de vloer. Duw je vingers en tenen van het centrum weg. Full body stretch. Rek je uit. Maak je lang. Uitrekken. En rol op naar het centrum in strekzit. Neem een band op een riem en leg deze om de voetzolen. Laten we verder ons lichaam uitrekken. Kom als steunend op je ellebogen in ruglig, benen haaks op je heupen. En trek de band naar onderen richting de heupen. Tenen naar de schenen trekken. Rekken van de kuiten, de hamstrings en de onderrug. Blijft vloeiend doorademen. Laten we verder strekken. Buig je knieën en breng de band om de kuiten. Strek vervolgens je benen. En trek nu de band naar je toe, naar je borst. Hier ook strekken we de achterkant van de benen. En verder de onderrug. Laten we dit even houden. En de stijfheid opheffen in de onderrug en in de benen. Laat los en rol op. Leg de band of de riem naast je neer. Plaats je handen voor je uit op de vloer en strek je benen. Rekken van de hamstrings en de onderrug. Rol je bovenlichaam wervel voor wervel omhoog. Knieën uit het slot. En rol de schouders naar achteren. Ziezo, een snelle, ontspannende stretchroutine. Geen tijd? Geef jezelf enkele minuten per dag. Dag en tot de volgende keer.